geef ik eerst het woord aan de heer Bosma van de PVV. En ik kijk even op mijn lijstje. Volgens mij hebben we voor dit debat afgesproken met elkaar 8 vragen. Ik kijk even voor de zekerheid 8 vragen aan elkaar en dan straks ook 8 vragen aan de bewindspersonen, maar dat doen we op een andere dag. Het woord is aan de heer Bosma van de PVV. Voorzitter, toch een dankbaar moment om de eerste spreker te mogen zijn bij de eerste begroting die wij bespreken. Nog wel de begroting van het moederdepartement. Gisteren was, het opwarmertje, zeg ik, mevrouw Leijten. Excuses, 6 vragen. Nu ga ik beetje in het schema van u doorbreken, want wij met elkaar als ondervoorzitters hebben vastgesteld, dus 6. Gaat u zich nou achter mij verschuilen? Ja, is eenmalig dit. Goed, zo, dat ziet u. Voorzitter, het zijn historische dagen. Nog nooit in de geschiedenis is het vertrouwen in de politiek zo laag geweest als op dit moment. 7 op de 10 Nederlanders heeft weinig tot geen vertrouwen. Een ongekend dieptepunt. Maar eigenlijk vraag ik me vooral af waarom 3 op de 10 Nederlanders nog wel vertrouwen heeft in de politiek. Ik zal het uitleggen. Heel zelfbewust duiden wij ons land aan als een democratie. Goh, wat zijn we tevreden met onszelf. Schouderklopje, schouderklopje. Maar de kern van de zaak is altijd deze. Wie krijgen er nou eigenlijk hun zin in ons politieke stelsel? Dat is de vraag der vragen. Wie wint en wie verliest? Baanbrekend politicologisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt wie er altijd winnen. 300 beleidsopties werden bekeken, dus ideeën of voorstellen. Monarchie of republiek, hoge belastingen, meer geld naar defensie of minder. Sommige van die voorstellen blijven plakken aan de bar van het buurtcafé of de opiniepagina van de krant. Maar welke ideeën worden wel daadwerkelijk ook beleid? Wat wordt er wel doorgevoerd? Nou, dat is simpel. Het zijn de ideeën van universitair geschoold Nederland. Die worden vrijwel altijd in de praktijk gebracht. Zij krijgen hun zin. Vallen laag opgeleide mensen wel eens in de prijs? Zeker. Worden hun ideeën wel eens doorgevoerd? Ja hoor. Maar alleen als zij het eens zijn met die universitair geschoolde mensen. En dat verklaart alles. Want die universitairen zijn zo links als de hel en ongelooflijk conformistisch. Waarom hebben we al die spuuglelijke windmolens in ons schitterende Nederlandse landschap? Waarom hebben we al die hoofddoekjes in Nederland? Waarom komt er maar geen einde aan de toestroom van gelukzoekers? Waarom wordt onze dierbare Zwarte Piet kapot gemaakt? Waarom hebben we vrijwel geen kerncentrales? Waarom wordt onze zwaar bevochten soevereiniteit weggegeven aan ongekozen bureaucraten te Brussel? Waarom worden we doodgegooid met de genderideologie? Waarom wordt ons jarenlang Black Lives Matter ingepeperd? Waarom zijn onze musea clubhuizen van woke geworden? Waarom zijn onze universiteiten verengelst? Is dat omdat Nederland het wil? Nee, Nederland wil het juist niet. Het heeft er nog het meest van weg dat Nederland geregeerd wordt door een sekte, een calvinistische, puriteinse sekte. We mogen niet meer vliegen, we mogen geen vlees meer eten, we moeten vooral kinderloos blijven, we moeten tweedehands kleren dragen en insecten eten. D66-corrivé Barbara Baarsma presenteert alvast de volgende stap, een persoonlijk CO2-budget. Als je een keer biefstuk eet, dan mag je niet meer vliegen. De rijke mensen kunnen dat dan weer kopen van arme mensen. De totale controlestaat ligt op ons te wachten. We moeten permanent boete doen voor ons koloniale verleden. Uiteindelijk moet ook de democratie worden afgeschaft, zo insinueren de klimaatwappies constant. Want onze planeet moet worden gered en daarmee moet haast worden gemaakt. Het is allemaal schuld en het is allemaal boete. Er kan geen lachje meer af. Steeds harder ook klinkt de roep anders denkenden uit te sluiten. Professor Kinniging heeft allemaal gelijk als hij zegt: je mag zeggen wat je denkt als je maar hetzelfde denkt als iedereen. De afkeer van de democratie in elitekringen wordt steeds sterker. Het D66-krantje NRC had 2 weken geleden een hoofdartikel dat het allemaal samenvat. De vlag mag niet meer omgedraaid wapperen. Ongehoord Nederland moet van de buis en Twitter moet worden opgeschoond. Oftewel, het volk moet leren zijn muil te houden. Het plebs, de tokkies, de populisten, het Wilderstuig. Ze hebben er allemaal schoon genoeg van. En we zien die mentaliteit overal terugkeren. Van toenmalig minister Ollongren, die de verkiezingsuitslag niet wilde erkennen als de PVV wint. Want PVV'ers hebben geen beschaving en geen cultuur. We zien het aan de machtsoverheveling richting de EU. De wens van D66 en anderen om de klimaatnoodtoestand af te kondigen. De grondwet buiten werking dus. Het inperken van onze burgerrechten ten tijde van corona. De campagne van dit ministerie tegen het zogenaamde nepnieuws. Oftewel informatie die de overheid niet goed uitkomt. Het instellen van EU versus Disinfo. Een geheime dienst die verkeerde informatie moet corrigeren.
D66 dat blij is als journalisten die de waarheid berichten worden verwijderd van Twitter, ik doel op de New York Post, en haar onthullingen over de familie Biden. Of de partij die blij is dat Russia Today wordt verboden. D66-Kamerlid Bouke vindt dat de voorzitter van de Wereldbank weg moet. Zijn misdaad is dat hij te kritisch denkt over de klimaatideologie. Gisteren pleitte D66 nog voor het intrekken van het predicaat Koninklijke van Koninklijke Horeca Nederland. Deze belangenorganisatie toonde een dissidente houding rondom corona. En D66-staatssecretaris Oesloe gaat een veiligheidsdienst, de NCTV, een onderzoek laten doen naar de journalisten van Ongehoord Nederland. En ondertussen maar klagen over Hongarije en maar klagen over Polen. Ondertussen zijn onze scholen indoctrinatieinstellingen geworden waar jonge mensen worden omgevormd tot kindsoldaten van de klimaatideologie, de SDG's van de Verenigde Naties, de genderellende. Elke kunstinstelling moet van D66-minister van Engelshoven een diversiteitsverklaring ondertekenen, anders geen subsidie meer. Onder D66-leiding verkondigt de NPO nog maar één geluid, de links-liberale eenheidsideologie. En we zien het ook in de recente voorstellen, meestal van D66'ers. Geen reclame meer voor vlees in Haarlem. Geen posters op straat die kritisch staan tegenover de transgenderwet. D66-bestuurders die actie ondernemen tegen de omgekeerde Nederlandse vlag. Nederland is feitelijk een eenpartijstaat. GroenLinks tot en met de VVD zijn ideologisch met elkaar gefuseerd. Allemaal omarmen ze de heilige drie-eenheid. Klimaatsocialisme, eurofilie, massa-immigratie. Professor Leiphard, de grondlegger van de Nederlandse politicologie, sprak heel lang geleden al over kartelpolitiek. En dat is precies wat we zien. Sterker nog, het is inmiddels uitgelopen op netwerkcorruptie. De term is gemunt door wetenschapper mevrouw Slingerland, die het definieerde als ons kent ons, regeert het land. Zie de zwoele liefdesnachten van NPO-voorzitter, een D66er met de hoogste mediaambtenaar, bij wie ze ook lobbyt voor geld. De minister van Media is van D66, de staatssecretaris van Media is van D66, de hoogste ambtenaar van Media is van D66. Zie ook de innige banden van D66 met lobbykantoor Dreugen en Van Drimmelen. Zie de benoeming tot hoofd van de Raad van State van D66er Tom de Graaf door D66-minister Ollongren op aandringen van D66-leider Pechtold en na consultatie van de hoogste ambtenaar op dat ministerie, die is van D66. Mag ik langs deze weg ook Wouter Koolmees nog even feliciteren met zijn nieuwe baan, voorzitter. Hij is oud-minister van D66. Hij heeft nog nooit een dag in het bedrijfsleven gewerkt, maar wordt nu topman van de NS. De Nederlandse spoorwegen hebben een omzet van 6,4 miljard. Naar Rogier van Bokstol lijkt die plek gereserveerd voor D66'ers. De KLM-topvrouw is een D66'er, de voorzitter van VNO-NCW is een D66'er, de voorzitter van de Consumentenbond is een D66'er, de voorzitter van de Tweede Kamer. En straks wordt meneer Pechtold misschien nog de baas van Schiphol, hij is van D66. Stientje van Veldhoven gaf als D66-staatssecretaris subsidie aan een of andere klimaatclub. Vervolgens trad ze af en ging ze in dienst van juist die klimaatclub. De Rabobank wordt geleid door een D66er. Deze voormalige boerenleenbank is meteen gestopt met leningen aan boeren nabij Natura 2000 gebieden. Bij de hoge ambtenaar zien we heel veel D66ers. Via de Algemene Bestuursdienst, de ABD, worden die hoge ambtenaren constant doorgespoeld van ministerie naar ministerie. Onder de rechters bestaat de spreekwoordelijke oververtegenwoordiging van D66ers. Het gevolg daarvan zien we in de uitspraken rondom Urgenda, Vluchtelingenwerk Nederland, etc. Het Openbaar Ministerie heeft ondertussen opvallend weinig enthousiasme klimaatactivisten op te pakken. Bijvoorbeeld Extinction Rebellion of het volk dat zich nu vastplakt aan schilderijen. De blokkeervriezen die worden wel tot in detail onderzocht tot hun appgroepen aan toe. Een toneelstukje dat wordt opgevoerd heet Oppositie. Op de treurbuis verschijnen de drama queens Jesse Klaver en Atje Kuiken. Ze waarschuwen Rutte voor de laatste maal en pikken het niet langer. Ze hebben voor de spiegel geoefend in hun verontwaardiging. De realiteit is anders. Van alle wetsvoorstellen die de regering indient, komt er steun van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En dat betaalt zich terug in klinkende munt. Linksradicalen worden per strekkende meter het openbaar bestuur binnengeparachuteerd.
Splinterpartijtje GroenLinks, de rechtsopvolger van de Communistische Partij van Nederland, mag sinds vorige week de klimaatpaus leveren. Kees Vendrik als opvolger van Ed Nijpels, een GroenLinkser die de stoel overneemt van een VVD'er. Geen enkel verschil. We zien Femke Halsema als ongekozen burgemeester van onze hoofdstad, Katelijn Buitenweg als staatsraad in de Raad van State, Jolande Sap als voorzitter van het maatschappelijk impactteam dat coronamaatregelen moet beoordelen. Het is alarmerend en verontrustend. Hoe kunnen we ooit nog ontsnappen aan klimaatsocialisme, de groene Khmer en massa-immigratie? We missen vandaag, voorzitter, de Partij van de Arbeid. Het is een historisch feit in de parlementaire geschiedenis. De partij die ministers van Binnenlandse Zaken leverde als Ed van Tijn, Klaas de Vries en Ronald Plasterk is nu te nietig om nog iemand naar dit debat af te vaardigen. Maar buiten dit gebouw draait de socialistische banenmachine op volle toeren. De PvdA levert maar liefst 3 van de 5 ongekozen burgemeesters in de grote steden. Rotterdam, Utrecht, Eindhoven. De PvdA levert de nieuwe coördinator racismebestrijding, een meneer die als wethouder van Den Haag het stadhuis wilde ontwitten. Blanken raus dus. Het commissariaat voor de media wordt sinds kort bestierd door PvdA-radicaal Ama Assante. Kim Putters doet de ser. Mariette Hamer, regeringscommissaris seksueel geweld. Het PvdA-splintertje sprokkelt overal baantjes. Ik mis ze vandaag, voorzitter. Alle instituties zijn in handen van radicaal links. Daarmee bedoel ik de media, de hoogambtenarij, de rechterlijke macht, de universiteiten, maar ook de kerken, de vakbonden, de culturele wereld, de museumwereld. Overal zit dezelfde kliek met altijd dezelfde bibelenbondse ideeën. Klimaatsocialisme, eurofilie, open grenzen. En dat verklaart waarom dezelfde groep steeds wint. Ze spelen elkaar de bal toe. Ze hebben de juiste ingangen. Nederland gaat daarom steeds meer lijken op een apartheidstaat. 1 groep maakt de dienst uit. De witte wijnelite, zoals Theodor Holman ze noemt. Met haar gesubsidieerde Tesla, gesubsidieerde kunst. En maar kwebbelen over diversiteit en duurzaamheid. Het zijn de wachtwoorden van de linksliberale regenten. Ik denk dat de 30% van Nederland die nog wel vertrouwen heeft in de Nederlandse politiek, vooral daar is te vinden. Ze eten er namelijk goed van. Ondertussen in de echte wereld, hierbuiten. PVV'ers worden ontslagen of stuiten op een beroepsverbod. PvdA-burgemeester Marcouch vertelt trots op de tv dat het uitgesloten is dat PVV'ers politieagent worden. Een rechter legt uit dat het zijn van PVV'er een contra-indicatie is om rechter te worden. Gisteren, mevrouw de voorzitter, was het coming out day. Nou, toen een PVV'er uit de kast kwam als PVV'er, werd hij meteen ontslagen, kon even later zijn huis verkopen. Zijn dochter werd niet meer opgesteld bij de hockey door de coach, die een D66'er was. En deze PVV'er stierf uiteindelijk in bittere, bittere armoede. Veel PVV'ers die zich in gemeenten en provincies inzetten voor de lokale democratie, valt dezelfde uitsluiting ten deel. Ontslag, beroepsverbod. Door idealisten die de mond vol hebben van verbinding en, zoals ze dat noemen, inclusie. 1 groep betaalt de rekening en moet zijn mond houden. Afgehaakt Nederland. Mensen die zich hebben afgekeerd van deze maatschappij. Ze stemmen nog zelden en als ze stemmen, dan is het om mijn partijtje. Wij zijn de partij van Afgehaakt Nederland. 40% van onze achterban zijn praktisch opgeleide mensen of, zoals u wilt, laag opgeleide. Geen enkele politieke partij komt daarmee ook maar in de buurt. Wij zijn de stem van de periferie, de rijtjeshuizen en de tegeltuinen, de flats. Wij zijn de laatste volkspartij van Nederland. Een beetje wat de PvdA vroeger was. Wij zijn er vandaag wel en zij niet meer. We lazen deze zomer het interview met deze minister in Elsevier. Ze bleek enorm aangedaan door die afgehaakte. Goh, wat was dat erg. Door haar krokodillentranen heen kondigde ze aan met straffe maatregelen te komen. Wat gaat ze doen? Nou, ze komt met, hou je vast, regio-deals. Er is een school in Oost-Groningen en die krijgt nu geld voor buitenschoolse activiteiten. Kijk, weer een probleem opgelost. Wat kan het leven toch makkelijk en overzichtelijk zijn dat ik er niet op ben gekomen. Bij de laatste verkiezingen traden alle coalitiepartijen als 1 front naar buiten. Nooit besturen met de PVV. Een gecoördineerde kabinetsactie. Het kabinet waar zij lid van is. Afgehaakt Nederland moet tot elke prijs buiten de deur worden gehouden. Het is simpel. Als de linksliberale elites het willen, dan gebeurt het. Linksom of rechtsom. En we zien het ook, voorzitter, in de omgang met ons parlement. We zien het aan functie elders. Het is een zaak die nog steeds als een
als een molensteen ligt op de maag van heel veel Nederlanders. Mevrouw Ollongren liep daarmee rond. Dus we zien het ook aan de karaktermoord die D66-campagneleider Sjoerd Sjoerdsma pleegde op de formateur van het kabinet, aangewezen door ons, de Tweede Kamer. Door Johan Remkes georchestreerd weg te zetten als drankorgel. We zien het ook aan het gegil van D66-minister Kaag vorige week, toen mijn fractiegenoot Tony van Dijk vroeg hoe het zit met het overtreden van witwasregels. Totale goedkope onzin. En een dieptepunt, mevrouw de voorzitter, zagen we 3 weken geleden hier in deze zaal bij de algemene beschouwingen. Mevrouw Kaag verliet deze zaal en het kabinet volgde haar braaf, overduidelijk afgesproken werk, stampvoetend puberaal. De belediging aan ons adres ging nog verder. Het kabinet dreigt het in de toekomst vaker te doen. Is ons parlement ooit dieper door de stront gehaald dan met die mededeling? Nee, ons parlement is nooit dieper door de stront gehaald. Kamervoorzitter Vondeling schreef ooit een boekje met de vraag aan de titel Tweede Kamer, lam of leeuw? Nou, we weten nu het antwoord. We zijn een lam. Een lammetje. En we zijn een lammetje in de pan dat met grote ogen voor zich uitkijkt en denkt, hoe ben ik in deze pan terechtgekomen? En dan ook nog eens met een appeltje in onze mond en een wortel tussen onze billen. Ondertussen stookt mevrouw Kaag het vuur nog wat op. Ze snapt niet dat de term nep-parlement van Hans van Mierlo een waarschuwing was, een schrikbeeld. Ze denkt dat het een opdracht is, een denkend perspectief. Hoe lang duurt het nog voordat een Kamerlid speciaal belast wordt met het vegen der billen van de minister-president, dat een groepje Kamerleden wordt aangesteld om boodschappen te doen voor de ministers, en wanneer wordt een van ons benoemd in speciale dienst voor het uitlaten van de chihuahua van Hare Majesteit Kaag? Het zou allemaal in lijn zijn met de nieuwe staatsrechtelijke verhoudingen die blijkbaar gelden. Vraag aan de minister, wat vindt zij er nou van? Zij gaat toch over het staatsrecht, de democratie, de grondwet. U weet wel, allemaal van die dingen waar we vroeger met veel respect over spraken. Als het kabinet mededeelt alleen nog onder voorwaarden aanwezig te willen zijn bij onze debatten, dan chanteert het de parlementaire democratie. Ons complete staatsrecht is daarmee buitenspel gezet. Waarom horen we niets van de minister? En deze minister zwijgt ook over de uitholling van de lokale democratie. De asieldwangwet, een permanente wet. Gemeenten worden gedwongen asielzoekers te huisvesten. De sloopkogel gaat zo door het huis van Thorbecke. En de minister kijkt de andere kant op. Waarom horen we niets van haar? Waarom verdedigt ze de gemeente niet? En evenzo, waarom laat zij toe dat meneer Bruls uitgroeide tot een soort zonnekoning? Tijdens de coronaperiode verscheen hij steeds op de televisie. Hij hinte er dan op dat er weer een lockdown was of weer iets met mondkapjes of wat dan ook. En hij leek dat allemaal uit te maken. De goede man is de voorzitter van de veiligheidsregio's. Waarom is hij op deze stoel terechtgekomen? En wat gaat de minister daarmee doen? Meneer Bruls zegt, we moeten alert zijn op corona naar de zomer. Hou er rekening mee dat we weer maatregelen moeten opschalen. We, dat zijn de veiligheidsrisico's. En nu speelt de asielcrisis. Er verschijnen raadselachtige krantenkoppen. Het kabinet maakt afspraken met de opvang van asielzoekers. Met wie maakt het kabinet die afspraak? Nou, met de veiligheidsrisico's. Met de veiligheidsregio's. Hallo, die zijn er voor de brandweer en de politie. En we lezen ook dat het COA 600 asielzoekers met spoed gaat huisvesten. Met wie overlegt het COA? Nou, met de veiligheidsrisico's. Dus het COA is niet gekozen, onderhandeld met de niet gekozen veiligheidsrisico's. Vroeger werd het gedaan door gekozen politici. Hoe kan dat allemaal? En waarom verdedigt de minister ook hier het staatsrecht niet? Het zijn regio's, veiligheidsregio's. Ja, gelijk. Dank u wel, meneer. Dank u wel, meneer Bosma. Er is een interruptie. Ja? Allereerst van mevrouw Bikker, ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb geluisterd naar het betoog van collega Bosma, natuurlijk. Her en daar, hij blijft altijd iedereen boeien, dus dat is een compliment. Aan het eind dacht ik wel, eigenlijk is iedereen stom, behalve Martin Bosma van de PVV. Dat was een beetje mijn afdronk van het verhaal. Iedereen die hier zat was stom. Kan ik daar in tweede termijn op terugkomen? Nou ja, dus verder wat u met die feedback wilt doen en of u daarmee vrolijk in de spiegel kijkt. Want dan wordt het leven ook wel wat eenzaam. Maar toen dacht ik ook, meneer Bosma is al heel lang Kamerlid, voorzitter. Echt al afgerond 6000 dagen. Dus dat is echt wel een heel end. En daar heb ik respect voor. Maar juist als je zo lang Kamerlid bent, dan zou ik het zo mooi vinden als je uit die vele jaren dan ook voorstellen doet die hier liggen in amendementen of met een tegenbegroting of met wat ook, waarin je zegt, en dit ga ik nou doen om die mensen te helpen, die afgehaakt Nederland, die er echt slecht aan toe zijn. En eerlijk gezegd mis ik dat hier helemaal. Dus iedereen is stom.
Nou, dat mag u vinden, dat is uw goed recht. Maar wat gaat u nou vandaag bij deze begroting, wat is uw doel? Wat wilt u, waar zegt u aan het eind als u nou in de lift stapt? Ja, daarom ben ik Martin Bosma extra goed bezig. Dank u wel, de heer Bosma. Nou, ik ben extra goed bezig omdat ik de positie van de democratie in Nederland wil schetsen. En die is er heel slecht aan toe. En dat vinden heel veel Nederlanders. 7 op de 10, het zou anders moeten zijn, maar het is de bittere realiteit. Dat heb ik willen schetsen. In mijn lange carrière als Kamerlid heb ik op het gebied van binnenlandse zaken heel veel voorstellen gedaan. Over het referendum, over de gekozen burgemeester, over recalls, over lokale referenda, het horen van bewindspersonen, et cetera. Dus als u heel vaak naar onze debatten komt, ik vind het fijn dat u er bent, dan ziet u heel veel van die voorstellen langskomen. Soms doe ik dat in gesproken tekst en een enkele keer vat ik dat bijvoorbeeld in een motie. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, dank u wel. En die zorg hè, om die betrokkenheid op de democratie, die deel ik helemaal met u. En daar zou ik ook best graag verder met u over van gedachten wisselen, wat daarin beter kan. En ik denk ook dat dit ook zo'n moment is, want de minister schrijft in haar begroting wat ze gaat doen met de staatscommissie Remkes. En ik kan me voorstellen dat er dingen van zijn waarvan u zegt dat gaat me te langzaam. Of daar zou ik meer willen zien. Maar dan voeren we een debat op de inhoud waar mensen die zijn afgehaakt of die zeggen ik heb wel vertrouwen in de democratie, maar ik herken me niet in sommige dingen die in Den Haag gebeuren, dat we zorgen dat zij er weer bij betrokken raken. En als we alleen maar van elkaar zeggen jij bent stom, dan is er geen reden om met elkaar aan de slag te gaan. En ik vind het mooie van de democratie, ook als we van mening verschillen, dat we wel zoeken hoe kunnen we met elkaar aan de slag gaan. Dus ik dank u voor uw reflectie, via de voorzitter natuurlijk. Maar het zou zo goed zijn, denk ik, juist voor deze 30% mensen die zeggen ik zie het niet meer zitten, dat we wel kijken wat kunnen we voor jullie doen, in plaats van alleen maar zeggen het is stom. Heer Bosma. Ja, nou ja, in de loop der jaren ben ik met heel veel voorstellen gekomen. Een aantal daarvan noem ik dat, heb ik er genoemd. En dat zal ik sommige daarvan, zoals het referendum, ja, ben ik een beetje een saaie langspeelplaat. Dat verhaal vertel ik al 10 jaar. De situatie wordt op dat vlak bijvoorbeeld alleen maar slechter. We hebben nog wel een referendum in Hongarije, waar D66 zo'n grote mond over heeft. En 2 weken geleden was er ook een referendum op communistisch Cuba. Dus daar hebben ze nog wel een referendum en wij hebben het afgeschaft. En ik vecht al sinds jaren dag dat het referendum terugkomt. Jammer genoeg heb ik daar bij de ChristenUnie nog nooit aan mijn zijde mogen vinden. Dank u wel. De heer Van Meijeren, Forum voor Democratie. Dank u wel, voorzitter. Allereerst complimenten voor het betoog van de heer Bosma. Ik kan het bijna in het geheel onderschrijven. En met name zijn vurige pleidooi voor de vrijheid van meningsuiting gaat mij echt aan het hart. Hij gebruikt wel harde taal. Op enig moment zelfs het woord netwerkcorruptie. En waar ik toen even aan moest denken, dat is de situatie een aantal maanden geleden in mei, toen ik hier in de Kamer het woord corruptie gebruikte om het gedrag van de voorzitter van het OMT aan te merken, nadat bewezen was dat hij zich politiek had laten beïnvloeden en daar ook over had gelogen. Toen zat de heer Bosma op de stoel van de voorzitter en greep hij in. En ik heb nog even gekeken wat hij exact zei op dat moment. En ik citeer. Ho, 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 ho. Ja, dat klopt. Ik vind dit iets te bikkelharde taal. Woorden als corrupt, leugens, leugenaar, et cetera. U moet hiermee ophouden. Ik ga er een eind aan breien, want ik vind dit niet leuk. Okay. Hoe verhoudt zijn huidige pleidooi en de woorden die hij nu vandaag zo gebruikt zich tot zijn optreden destijds als voorzitter, waarmee hij een parlementariër de mond gesnoerd heeft. Dank u wel. De heer Bosma hoeft daar, als u daarop wil reageren, mag dat natuurlijk, maar de heer Bosma hoeft daar niet op te reageren, want de heer Bosma staat er als Kamerlid en niet als voorzitter. Ja. Ik ken de heer Bosma als dus man die daar wel even op reageert. Ja, maar dat zou wel mijn reactie zijn en advies aan de heer Bosma. Dat vind ik eigenlijk ook, dat zijn 2 totaal verschillende dingen. Ja. Dus ik zit ook in het presidium, dus u kunt me straks ook vragen gaan stellen over het presidium. U krijgt ook hetzelfde woord, dus ik zit daar als ondervoorzitter de hamer en dat is iets totaal anders dan mijn inbreng hier. Soms zit er ook een verschil tussen. Het kan best zijn dat ik als voorzitter iets heel anders doe dan dat ik hier beweer. Want je hebt een totaal andere rol. Ja, dank u wel. De heer Van Meijeren. Vanzelfsprekend heeft de heer Bosma een totaal andere rol, maar het is aan het oordeel van de voorzitter om te bepalen in welke mate hier de uitingsvrijheid van parlementariërs beperkt kan worden. En het is natuurlijk wel heel makkelijk om je erachter te verschuilen dat je op het ene moment als voorzitter zegt dat woorden als corrupt niet gebruikt mogen worden en een paar maanden later exact hetzelfde woord zelf gebruikt. Nota bene in een pleidooi voor het behoud van de vrijheid van meningsuiting, waarbij de heer Bosma ook is ingegaan op de gang van zaken hier in het parlement, andere voorzitters heeft benoemd. Dan vind ik toch wel heel lafjes dat ik daar niet een normale inhoudelijke reactie op krijg. Dank u wel. De heer Bosma hoeft daar echt niet op te reageren. Het zijn echt 2 verschillende rollen. Ja, 2 verschillende rollen, maar dan toch even inhoudelijk. Ja, eigenlijk moet ik het niet doen, maar nee, ik zou het niet doen.
De heer Van Meijeren had het over een persoon die afwezig was. En dat vind ik dan niet netjes om iemand zo te kwalificeren. Het is iets totaal anders om een situatie zo te beschrijven. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik erover wil zeggen. Want anders ga ik echt die rollen door elkaar halen. Maar u haalt van alles door elkaar, inhoudelijk en qua rol die je vervult. En we gaan ook geen debatten evalueren. Op het moment dat de voorzitter hier zit, bewaakt hij de orde. Mevrouw Leijten, SP. Nou, voorzitter, ik denk dat er behoorlijk wat personen zijn aangesproken in het betoog van heer Bosma. En ik denk dat er ook twee partijen zijn die zich best een beetje miskend zullen voelen als het gaat over lobbyisme, draaideur, benoemingen, macht die ze in kunnen vullen via allerlei voorzitters van LTO Nederland of lobbyisten van Energie Nederland die hier ook de deur platlopen. Kunt u een even lang referaat overhouden. En ik heb dat gisteren bij de Algemene Zakenbegroting gezegd. Netwerk corruptie, ons kent ons dat Nederland regeert, is een ongezonde is een ongezond fenomeen waar we zeker allemaal ons zorgen over zouden moeten maken. Maar mijn vraag nu aan de PVV is, als het gaat over de Binnenlandse Zakenbegroting, weten we dat bijvoorbeeld gemeenten echt veel te weinig geld krijgen voor de taken die ze moeten uitvoeren. En wat zouden we daar nou aan kunnen doen zonder even een andere partij te bashen, maar gewoon het idee van de PVV daarvoor? Heer Bosma. Nou ja, in onze tegenbegroting hebben wij... nee, ik denk dat mevrouw Leijten even moet vertellen waar ze naartoe wil. Want ik neem maar dat ze een amendement uit haar binnenzak gaat halen of wat dan ook. Ik wil zeggen gewoon wat u wilt, dan ga ik daarop reageren. Mevrouw Leijten. Ik dacht echt, welke la heeft de heer Bosma en welke rol in deze Kamer dan ook die tegenbegroting verstopt? Want die heb ik werkelijk nog nooit gezien van de PVV. En wat ik hier duidelijk wil maken is dat u een hoop goede kritiek heeft op zaken die ongezond zijn. Maar daarbij niet vertelt wat er ook nodig is voor juist die achterban in die buurten die u zegt te vertegenwoordigen, die bijvoorbeeld straks worden afgesloten van de energierekening, niet meer naar het zwembad kunnen omdat die sluit, buurthuis zien te verdwijnen. En die worden niet geholpen bij het alleen maar afzeiken van andere partijen, hoe terecht dat misschien ook nog mag zijn. En ik zou het zo goed vinden als we ook zouden zien en ook samen op zouden trekken, bijvoorbeeld met zoiets als die energie, hè? 23,5 miljard gaan wij geven aan energieleveranciers. En dan zegt de SP, nou, laten we dan de toko nationaliseren. De PVV stemt tegen. Ja. Heer Bosma. Ja, dat lijkt me prachtig voor een energiedebat. Ik herinner me dat in de tijd bij het verpatsen van de energiebedrijven de PVV daar fel op tegen was. En met de SP één lijn trok. En toen hadden we gelijk. En ik verwijs u graag door naar onze energiewoordvoerder, die weet er alles van. Dank u wel, meneer Bosma. Er is nog een interruptie van de heer Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, complimenten voor het betoog. Altijd leuk om daar als Waldorf en Stedtler achterin naar te kijken. Het ontluisterende beeld dat wordt geschetst over de lange mars door de instituties die door de oude Marxistische partijen, de oude Communistische Partij in Nederland, is voltooid nu. Hè? Die onder andere zalvende namen, GroenLinks, D66, allemaal andersoortige namen geworden. Maar de achterliggende gedachte is hetzelfde. Maar als die lange mars door de instituties nu bijna voltooid is, dan vraag ik me toch een beetje af, hè? Want de PVV is een grote partij. Wat kunnen wij daar met dit blok, zeg maar, nog tegen doen? Of zijn we gewoon aan de goden overgeleverd? De heer Bosma. Nou ja, dat is eigenlijk een hele belangrijke en zeer terechte vraag. Want de mogelijkheden om dingen te veranderen in Nederland zijn daardoor enorm klein geworden. Want zelfs al zou je een rechtse regering krijgen op een gegeven moment die een ander beleid voorstaat, bijvoorbeeld het gebied van klimaatsocialisme of massa-immigratie, dan zul je zien dat die instituties, die dus allemaal zwaar in handen zijn van links, zich daartegen zullen verzetten en hun rol zullen gaan spelen. Oorlog zullen maken. Dus je zult de pers krijgen die elk wissewasje zal opblazen. Je zal de universiteiten zien die in opstand komen. Je zal de rechters zien die het beleid zullen gaan saboteren. En dat maakt het ongelooflijk moeilijk om dingen te veranderen in Nederland. Ja, je kan het een heel klein beetje veranderen door universiteiten veel meer te beoordelen op hun neutraliteit. Zorgen dat de NPO de mediawet gaat uitvoeren. Je kan, ik noem maar wat,
rechters laten kiezen. Dus je kunt wel iets sturen, maar omdat de toppen van die instituties zo gelijkgeschakeld zijn eigenlijk, dezelfde mensen, je ziet dezelfde mensen ook steeds overstappen, die functies zijn onderling uitwisselbaar, die mensen zijn onderling uitwisselbaar. Dan heb je de ABD nog, de Algemene Bestuursdienst, dus een uitzendbureau voor topambtenaren, wat daar nog eens onder zit, dat de mogelijkheden om dingen te veranderen inderdaad heel klein zijn. Heer Van Hagen. Dank u wel. Graag gedaan. De heer Van Meijeren, Forum voor Democratie. Ja, nog heel even kort op wat de heer Bosma zojuist zei. Mevrouw Leijten die merkt al terecht op dat de heer Bosma zelf ook tal van namen genoemd heeft van personen die hier niet bij aanwezig zijn. En het blijft aan mij knagen omdat ik de heer Bosma zeer waardeer als Kamerlid en ook in zijn rol als voorzitter. Op dit moment maakt hij een behoorlijk hypocriete indruk. En het zou volgens mij veel sterker zijn als de heer Bosma zegt, dat zou niemand hem verwijten, van ja, iedereen maakt fouten. Ik zat op de stoel van de voorzitter, in the heat of the moment moest ik snel een beslissing nemen en met de kennis van nu zou ik misschien anders gehandeld hebben. En daarom is mijn vraag, zou de heer Bosma opnieuw iemand die hier het woord corrupt gebruikt, de mond snoeren met als motivering, ik vind woorden als corrupt iets te bikkelharde taal? Heer Bosma, nogmaals, u hoeft die vraag niet te beantwoorden, ja, want u staat er als Kamerlid. Het ging over een persoon die er niet bij was en die werd corrupt genoemd. En dat is niet netjes tegenover die persoon die er niet bij was. Punt. Dank u wel, meneer Bosma.